We gaan speed daten met elkaar. Zult u denken van hallo, dat hoeft helemaal niet meer. Maar het is gewoon heel belangrijk. Panalytical maakt producten om materiaal te onderzoeken, zodat wij de chemische samenstelling kennen, maar ook de structuur, dus de fysische eigenschappen. En dat doen we door middel van X-ray. Door middel van X-ray. Nou, dat zijn behoorlijk ingewikkelde machines, hè? Ja, dat zijn heel complexe machines. Maar gelukkig voor de bediening maken we dat zo dat iedereen ze kan bedienen. Ja. Waar kunnen ze voor gebruikt worden? Nou, ze kunnen gebruikt worden voor, zoals ik zei, materiaalonderzoek. En dat kan zijn voedsel. Denk bijvoorbeeld aan een melkpoeder in China, waar we een aantal vergiftigingen zagen in het nieuws. Als dat goed geanalyseerd was, had dat niet voorgekomen. Dus betekent dat voedsel gewoon veilig moet zijn. Dat een aantal elementen die erin zitten, zoals cadmium, dat die gewoon niet kunnen. Dat zijn onder andere toepassingen. Verder natuurlijk ook in staal. Kwaliteit van staalsoorten. Er zijn heel veel soorten. Eigenlijk is het heel breed, vanaf medicijnen, staal, grondstoffen. Eigenlijk alles wat je om je heen ziet, of dat plastic zijn of materialen, is ooit een keer door X-ray gemeten. En dat is ook een van de toepassingen, dat materiaal qua sterkte, zoals de rotoren in straalmotoren, dat die gewoon sterk zijn en dat die geen metaalmoeheid vertonen. En dat kunnen we met onze apparatuur kunnen dat meten, zowel een paperclip als een propeller. Wij werken wereldwijd, en dat verandert een klein beetje, maar rond 1200 mensen. In Almelo ruim 400. Wij leveren over de hele wereld. 95% buiten Nederland en 5% binnen Nederland. En eigenlijk alle grote namen, of dat een Unilever is, of een Shell, of een BP, of een L'Oréal, daar leveren allemaal aan. Een hele brede groep. Nou, we hebben hier mensen over de eigenlijk hele wereld. De basis is natuurlijk wel de mensen hier uit Twente. Maar we hebben daar ook vrij veel mensen die uit China, Oost-Europa, Amerika, België, Duitsland, Rusland. Om onze internationale karakter toon te zetten. En wat is nou de omzet, de jaarlijkse omzet? Ja, daar kan ik geen mededeling over doen. Maar we willen altijd meer.